Leuk dat je weer kijkt. Ik ben vandaag op een pony die ik in de aflevering heb gekocht. Ik had een beetje zacht, maar dat komt omdat het nog vroeg is. Ik ga eerst even mijn pony trainen en dan een paar quests doen. Mijn pony is inderdaad maar level 4, dat is echt niet hoog, maar hij heeft een snelheid 13, dus daar ben ik heel erg blij mee. Oh, oeps. Sorry dat ik niet die andere pony heb gekocht, maar ja, ik wou gewoon deze en hij was te koop en ik vond hem schattig. Wow, een highscore met een pony. Die nog niet eens is uitgetraind. Dat vind ik wel knap. Ja, eerst zou ik anders misschien vandaag deze kopen. Maar dan heb ik toch liever die waar ik nu op zit. Even naar Jasper. Hier. En daarna ga ik. Ik weet niet. Dan ga ik denk ik hier wat doen. Of ik ga dan denk ik naar het winkelcentrum. Mijn pony krijgt namelijk een blauwe look. Ook al is hij nog kozer, maar ja, boeit me niet. Ik vind grote dekjes niet heel erg mooi bij mijn pony staan, want ik had deze gekocht. Het is een heel mooi dekje, maar hij staat gewoon niet zo bij een pony, vind ik. Daarom doe ik nu even tijdelijk deze op. Hij is klein en wit, dus ook wel schattig. Het is altijd een beetje lange rit, maar als je daar het kasteel van Zilverkleed alweer in de verte ziet, dan weet je dat we toch niet zo heel erg ver zijn. We zijn er. Ik praat echt niet veel zo in de ochtend. Maar pony. Let's go chimp.
Hoe moet ik die nou weer vinden? Ja, gisteren had ik hem gezien, maar... Nu niet. Ik ga eerst een ster zoeken. Die zit daar. Hier zo moet je dan heen. En nou zit die hier. Yay! Ik heb een ster gevonden. Oeps. Had ik beter niet kunnen doen. Maar waar is die verdomde? Hij heeft ook echt geen idee waar ik moet zoeken of zo. Zegt ook niet even, want daar kan hij zijn. Oh, daar. Wat doet dat beest? Oh, hij ligt toch zo. Nu is mijn pony nog slomer. Wat moet je doen? Terugzetten of zo? Weet ik het. Oh ja, terugzetten. Wauw, en nu heb ik geen nieuwe mufje gekregen. Ik ga dan maar even naar het winkelcentrum. Want dat met die vuvuzela ga ik niet doen. Maar ooit ga ik het wel doen, maar nu niet, want het duurt echt heel erg lang bij mij. Ik ben er echt niet goed in namelijk. Even kijken of ik de manen nog zou veranderen. Ik denk het niet, want ik vind ze zo heel erg schattig. Nee, ik laat het zo. Kijk, Love Runner, daar sta jij. Hier zo. Ik vond Love Runner, ook al heb ik ooit een keer gezegd dat ik alle namen met Midnight zou beginnen. Ik vond Love Runner gewoon zo schattig. Want het is toch een, ja, ik moet Galloppie voorstellen. En dat, ja, ze galopperen een paard, zeg maar, een racer dus. En hij is heel schattig, dus ik dacht van, ja, Love Runner, waarom niet? En ik kan nu ook meedoen aan de pony race. Ik ga zo meteen nog wel even de normale pony race laten zien. Die is in verpunten, dus die laat ik eerst zo zien. Het vervoer doet het gelukkig. Ik kan trouwens in de tombe, maar dat is verboden gebied voor je pony, dus daar ga ik nu niet heen. Eerst de ponywebsite even rijden. Ga kijken. Weet je welke? Oh mijn god. Ik ben hier heel snel weg.
Van die geintje. Maar ik vind de manen van mijn ponytjes schattig. Eerst vond ik ze lelijk, een beetje warrig, maar nu vind ik ze echt heel mooi. Ah, die rijdt op pony race voor de eerste keer. Dan gaat daar de sprong altijd kapot. Dan krijg je een missie en dan moet je één dag wachten. Ik vind het wel een heel leuk ponyrace, ook met die kleine sprongetjes. Ze hebben echt aan de ponies gedacht. Ook al kunnen ponies best wel hoog springen, maar ja. Het idee is wel leuk, van dat het ook zo klein gemaakt is en zo. En ook niet te moeilijk. Oh mijn god, ik sta eerste. Hier moet ik een screenshot van maken. Oeps. Laten we naar voetpinten gaan. Ik weet dat ik de dagelijkse verzorging nog moet doen, maar dat doe ik altijd 's middags pas. Want ja, ik weet niet waarom, maar dat doe ik altijd. Ik heb heel zin om zijn schattige dekje te kopen. En dan ga ik waarschijnlijk ook nog een blauw bloemetje of strikje erbij kopen ofzo. Want... ook al is het een schattige naam, het is wel gewoon een mannetje. Nog 1 minuut. Ik zit niet zo te zeiken. Sorry als je op me abonneert, maar je kan toch echt op het bord zien dat het nou nu 0 minuten is, dus hij komt er nu aan. Yay! Waarom duurt het zo lang? Ik wil gewoon in het winkelcentrum zijn. Ik ben er nu als het goed is bijna aangekomen, want ik zie al mensen staan hier. Ja, ik ben al aangekomen. Nou, dan gaan we even naar de paardenshop. Deze ga ik kopen. Gaan we nog even bekijken of we dat echt wel gaan doen. Ik vind hem wel echt heel schattig. En ook goed, want er zijn niet zo heel veel goede dekjes. Ik kan natuurlijk zo hier nemen, maar ik wil toch echt gewoon blauw. Dan moet ik snel uitgeven, want ja. Het is een pony en die zijn toch altijd best wel stroom. Nou, shadow en oogstel heb ik wel. Dat hoeven we niet te kopen.
Dan gaan we even naar boven naar de accessoires. En anders ga ik nog naar een andere winkel voor accessoires. Want er zijn heel veel winkels verder waar andere spullen zijn. Maar ze hebben... Dat is echt een dikke bug, jongen. Dat moet je echt fixen. Maar ja. Oh, gelukkig. Maar er zijn zoveel nog andere plaatsen waar dingen te koop zijn, maar ik koop het hier. Omdat er hier gewoon heel veel bij elkaar is. Deze horen erbij, maar die vind ik eigenlijk niet zo heel erg mooi. Ik denk dat we voor rondages toch echt in een andere winkel gaan kijken. De modeshow. Ik heb al één keer de modeshow gelopen. Maar ja, op dit spel dan hè. En nu ga ik zien hoe schattig mijn ponytje is. Waar staat hij? Oh mijn god, hij staat hier. Hoe schattig. Wat een leuk dekje. Ik vind het echt een leuk dekje. Ja hoor, natuurlijk. Sorry als ik soms wel ja zeg en soms niet. Het komt gewoon net op het moment hoe ik me dan in mijn vel zit. Soms zeg ik gewoon ja hoor, natuurlijk. En soms heb ik echt zo van nee. Geen zin in. Zo. Hij heeft wel erg dikke hoeven, vind ik. Maar dat hebben alle ponies. Oh ja. Stomme pony. Ik haat dat hobbeltje. Gaat het altijd mis bij mij. Kijk, die kan ik kopen, maar ik weet niet of ze er wel mooi bij staan. Ach, weet je, boeit me niet. Ik vind ze zo schattig. Met die hartjes. Moet er alleen nog een blauwe strik of bloem. En dan ga ik even kijken. Precies genoeg. Nou, dan heb ik nog maar één zin in. Voor een blauw bloemetje op zijn hoofdje. Dan ga ik de strik alvast even afdoen van de staart. Hij heeft nu snelheid 14 en hij is nog maar level 4. En waar ga ik dat bloemetje halen? Nou, dat lijkt me logisch. Bij de tuiniers van de wijnmakerij. Ik heb alweer de laatste tuin bijna af. Maar dan ook echt de allerlaatste tuin. Ik kan zelfs de race hier al. Ga ik zo nog even doen.
En hier is dan ook echt een heel schattig. Ik heb zo'n roze bloemetje. Die heb ik al eerder opgehad in een let's play. Dus dat weten jullie. Daarvan zijn er ook blauwe te koop in de winkel. Hier. Daarom wou ik dus ook naar een andere winkel. Anders koop je zo chips en zie iets veel leukers nog. Ik weet al bijna alles wat in de winkel ligt. Dus daarom ga ik dan gewoon ergens anders heen vaak. Deze heb ik al. Die ga ik dus echt niet kopen. Die. Zo, de blauwe. Kijk. Zo schattig. En dan kan ik altijd nog die blauwe strik die dat meisje op heeft doen. Die staat ook wel erg leuk, vind ik. Welke laars heeft zij? Oh mijn god, die kost 90. Ik weet niet of ik die wel ga kopen hoor. Oh, ik ga hier nog even de race doen. En ja. Hij is echt heel erg leuk. Ik heb best krap bocht. Ik vind het ook wel heel erg leuk met die bloem. Sprongen en straks komen er nog heggetjes en zo. Hier is een heggetje. Wow. Die pony kan echt heel erg hoog springen. Alleen hij is wel heel erg klein. Dus ja, dat snap ik niet helemaal. Maar ja. Die van mij kan ook best wel hard. Ik vind een blauwe setje op een pony echt zo schattig. Echt heel erg leuk. Maar ja. Dat. Ja, ik weet niet. Maar ik denk dat iedereen het setje van zijn pony wel schattig vindt. Het paard. Dit was Let's Play. Leuk dat je keek. Ik hoop dat je hem leuk vond. Ik vond hem wel leuk. Doei!